eerste wedstrijd hier van de play-offs. Uit bij Kampong verliezen met 4-2 uiteindelijk. Na een wedstrijd, eerste helft waarin jullie echt het overwicht hadden. Ja, ontzettend balen denk ik. Hè? Ja, helaas bestaat de wedstrijd uit 70 minuten. En na de eerste helft staat nog steeds 0-0, dus ze zijn nog steeds met lege handen. En, tweede helft komen zij 1-0 voor. Misschien onterecht. Nou, daarna komen we 1-1. En ligt de wedstrijd nog gewoon. Kan het volledig van twee kanten op. En daarna eigenlijk geven wij het gewoon helemaal weg de laatste 20 minuten. En dat is wel iets om zorgen om te maken. Gelukkig hebben we zaterdag nog om dat te herstellen. Maar dat voelt wel een beetje bitter zo. Een beetje bitter zo, hè? Zeker omdat jullie het overwicht hadden in de eerste helft. Je geeft een goede analyse van wat er dan in de tweede helft gebeurde, het wedstrijdverloop. Maar waar ligt het dan aan? Ja, waar ligt het aan? Het blijven play-off wedstrijden. Er valt een tweede goal van hun valt redelijk makkelijk binnen. Ja, dan moet je weer hard vechten om die 2-2 te maken. Ja, waar ligt dat aan? Een stukje gebrek aan concentratie misschien. Weet je, er vallen op een gegeven moment ook gaten. Je staat op een gegeven moment met 10 man ook een fase. En dan spelen ze gewoon goed uit en dan... Dan valt het balletje bij ons een paar keer in goal. En dat is gewoon gespeeld. Ja, Merkel was vandaag geschorst en met 3 keer geel stond hij vandaag aan de zijlijn. Is dat dan nog een hele belangrijke pion die je dan mist? Hè? Mist je die vandaag? Ja, natuurlijk mis je Merkel altijd. Dat de reden is dat we verloren, weet ik niet. Maar ik ben blij dat hij er zaterdag is. Ik bedoel, hij heeft 11 wedstrijden lang achter elkaar alleen maar gescoord. Dus ik verwacht 12 wedstrijden dat hij er gewoon eentje in legt. Ja, 1-0 achter, de komende 2 wedstrijden in eigen huis. Leef jij nog wel met vertrouwen naar die wedstrijden toe? Ja, natuurlijk. Ik ga ervan uit dat het gewoon 3 wedstrijden worden. Zaterdag gaan we mee beginnen natuurlijk. Als je daar niet wint, dan is het helemaal voorbij. Maar ik denk dat we het verplicht zijn aan de spelers die we hebben om zaterdag ook gewoon te winnen. Bedankt voor je snelle reactie en veel succes. Dankjewel. Bye.